En wij gaan nu heerlijk naar de Albert Kuip met onze step. Den Vender, 1, 2, 3, maritiem.nl. Oh nee, het is inmiddags middag. Ramon en Timber zijn op cursus bij de Bos. Vanmorgen vroeg gebracht. En wij gaan nu heerlijk naar de Albert Kuip met onze step. En Kevin, die moet werken. Hoe mooie werkplek kan je hebben? Ja, pas op onze boot. Dat is onze bootwatcher. Zeker. En wij gaan heerlijk even steppen. We gaan lekker steppen. Heerlijk. Het is heerlijk weer. We gaan met de pont, hè? Ja. Dus Kevin. Zo, dat is even dicht. Ja, is goed. Nou, en ik hoor wel wanneer jullie thuis zijn. Ja. Tot straks. Wel tot goed, straks. Goed die boot bewaken. Zeker. Ja, dat let ik wel. En alle fans wegsturen. Ja, dat is niet handig. Nee. Als die nu aankomen, nee, die kennen ze toch niet. Nou ja, er kunnen ook vrouwelijke fans bij zitten. Nee, dat is ook nog een optie, ja. Ja, dan moet ik even een goede beslissing opmaken op het moment dat ze aankomen. Ja, precies. Ja, weet ik ook. Dus je hoeft niet iedereen weg te sturen, nee, oké, dat is gewoon een sollicitatiegesprek altijd op dek. Ja, maar het moet gekeurd worden door moeders. Ook nog. Altijd. Ja. Dus eerst een foto sturen. Ja. Ja, dat is ook nog belangrijk, ja. Even staan te wachten bij de pont. Waterbus. De waterbus. Waterpont, hoe heet dat ding hier? Centraal Station. Daar zie je de haven, dus het is heel vlakbij. Ja, we zijn overal vlakbij. Het is een leuke terras hier ook, ja, allemaal. Allemaal leuke cafeetjes. Ja. Ja, de oude Veronica-schip ligt hier, hè. Pomp komt eraan. Nou, we staan op de pont. IJveer richting het centraal. We hebben heerlijk weer. Nou, hè. Echt schitterend. Beter als gisteravond. Man. Schitterend weer. Nou, we gaan even Amsterdam doorcrossen. Nou, we kunnen ook pannenkoek eten. De boodschappen brengen. Dat is flink. Dat is flink. Ja, ze hebben al die pontjes reclame geverfd, hè? Ja, dat is het. Daar zijn ze. We zijn op de grachten. Iets hierheen komt, daar ben je stoppen. Nou, gaat best goed, toch? Top. Alleen de wegen zijn een beetje slecht, hè? Ja, dan moet ik met de wegen niet houden. Ik word een beetje... Ik kom als een milkshake aan straks. Ja. Ja, het is 2:30. Ja, we hebben tijd zat. Maar ja, jij denkt dat die markt helemaal uitverkocht is. Nee hoor, ook niet. Ik moet alleen eens tijd voor koffie. Sorry. Nou, we zijn op de Albert Kuip. Ja, we zijn op de Albert Kuip. En nou, mag ik even zeggen, het is pas 2:50. Okay. Dus het gaat best heel snel. Vanaf het centraal. En er is nog niks uitverkocht. Nee, joh, maar. Weet je, we gaan even op de Kuip. Maar we beginnen even met de koffie. Toch? Ja. In de zon. Altijd tijd voor koffie. Ja, maar het is leuk hier. Ja, ik ga die kant op, ja? De eerste bak koffie staat op tafel. In Amsterdam.
stepjes hebben we het weer goed gedaan. Helaas, de stepjes zijn niet meer verkrijgbaar. Dat is wat voor niet jammer. Het zou wel een hele mooie vrachtwagen worden. Ja. Staan we naast André Hazes. Nieuwe jas binnen. Helemaal blij. He? Echt helemaal tof. Nou, helemaal leuk. Nou, we hoeven niks meer te hebben nou, hè? Nou, dat weet ik. Kunnen we naar huis? Durf ik niet te beloven. Nou, we zijn op de Dam. Yes. Even pitstoppen op de Dam. Natuurlijk gaan we morgen nog even in Amsterdam in, maar gewoon even. Met al hun karikaturen die allemaal kunstjes uitoefenen. Ja. De duiven op de Dam. Ja, ik vind hem helemaal leuk. Even die feeling. Weer terug. Ja, back to the end your life. Morgen weer. Goedemorgen. Goedemorgen. Diana die heeft een tafel besteld. Ik ben een blij ei nu. Ja, ik heb eigenlijk al 2 jaar geleden een tafel besteld bij Fred van Flexitiek. Wij hebben natuurlijk een heel mooi Flexitiek dek en al een hele mooie grote tafel beneden. En ik wilde graag een mini voor op het bovendek. Nou ja, we weten allemaal, een beetje een rare tijd gehad. Maar Fred had gezegd, ik beloof het, deze zomer heb jij gewoon jouw tafel op het bovendek. En nu, super tof, is een van de medewerkers van Fred hem net wezen leveren. Erik heeft hem op de poot gezet. En ik ben zo blij. Het is zo gaaf. Nee, Fred van Flexitiek en zijn hele crew. Dankjewel. Helemaal top. En alles is top op dit schip van jullie. Maar ja, dit is wel weer heel leuk. Ja, super blij. Heel blij. Mooi. Gelijk het gereedschap erbij gepakt. Want het moest natuurlijk gelijk in elkaar, hè? Ja, het moest gelijk erop, hè. Dag, klein grijs tafeltje. Kijk eens. Dag, klein grijs noodtafeltje. Dit was wat ik wilde. En het is gewoon weer geregeld, hè? En een windrooster erin, hè? Ja, dat is toch mooi. Ja, het is echt de mini. De mini van beneden. Dus ja, dit is echt geweldig. Het dek is af. Het is nu echt gewoon een heel mooi dek. Het is compleet. Mooie tafel. Kunnen we lekker aan eten met z'n allen. Ja, geweldig. Ik ben echt heel, heel blij. Ja, Fred, Flexitiek, Snake. En ook helemaal top dat ze hem kwamen brengen, hè, in Amsterdam. Ja, geweldig. Service weer alom. Dus hier zit gewoon een hele blije Diana. Dus we gaan er heel veel plezier van hebben deze zomer. We hebben ook weer schitterend weer. Mooi uitzicht. We
liggen wel naast de werkschepen, maar ja, daar voelen we ons eigen beetje thuis. Nou, we gaan vandaag het bootje laten zakken en we gaan Amsterdam in. Ja, met snelle Willy. Met snelle Willy. Maar even de grachtenstoor. Gebruik maken van onze investering. Ja, we hebben €40 betaald. Daarom, dus dat moet gebruikt worden. We mogen door Amsterdam. Ja, dus Kevin is aan de studie. Ja. Ramon is aan het chillen. Dus nog even over nadenken. Ja. Moet je betalen om naar Amsterdam te gaan? Yes. Echt? Ja, we moeten het kort doorvaren. Nou, dus, we rekenen straks af. Oh shit. Nee, stuur maar een tikkie. Heb je er zin in? Zeker. Ja, even rond Amsterdam varen. Kort. Ik tas mee. Veel te warm, joh. En we gaan met Williams. Snelle Willy. Nou, snelle Willy gaat van boord. Benzine afgetankt. We hebben altijd reserve staan. Normaal gesproken is het wel de bedoeling veel varen. Dus we beginnen dit vaarseizoen goed, hopen we. Want we hebben hem nu denk ik 2 jaar. En we hebben pas 23 uur gevaren. Het verleden jaar kwam er ook weer een kink in de kabel. Dus nu maar gewoon even met hem varen. En ik denk dat het wel een hele goede start is in Amsterdam, dacht ik. Even nog de doppen erin doen. Stoppen. Ja. Die staan, liggen beneden in het kastje gewoon. En we hebben eerst gekeken of die starten en of de accu's vol waren. We laten hem altijd het einde van het seizoen toch een beurt geven, een winterbeurt. Dan wordt hij helemaal gecontroleerd, dus dan zou die vaak klaar moeten zijn. Het is zo. Ik heb alles gecheckt. En als laatste natuurlijk moeten... Ik ben eens een keer vergeten in de jetski. Yes. Had ik hem in het water gelaten, lag hij gewoon onder water, hè? Ja. Nou, waarom legt dat ding zo diep? En dat willen we maar niet met deze. Het is ook een beetje lullig als ze met z'n allen in Amsterdam onder water liggen. Nou, we liggen in het water. Hè? Vergunning zit erop. Ja, er zit een vergunning op. Heb we moesten een speciale vergunning hebben voor Amsterdam. Anders konden we niet. Anders mochten we niet varen, zeiden ze. Nou, er komt nummer 1. Ja, er komt nummer 1. Ja. Man. Wat een ijszaak. Heb je een hele tas bij je, joh? Ja, er was een leuke tas. Drinken. Een leuk tasje heb jij trouwens, hè? Ja, nee, zeker. Met alles bij, hè? Leuk tasje ook. Anne met de tassie. Nou, er komt nummer 2. Oh, verkeerd shirt, terug. Verkeerd shirt? Nee, het is een goede shirt. Nee, verkeerd shirt. Zo? Zijn kampioen. Dan komt nummer 3. Ja, hij zit altijd als eerste. Ja. Zo bijzonder, joh. Jij zegt, ga nou in die boot zitten. Ja, Erik doet niks. Leg de boot in het water en net zitten. Ga nou in die boot zitten, zeg jij. Nou, jongens. Ja, dat is wel gezegd. Maar sarcastisch was dat denk ik. Geef de tas maar aan je. Als je klaar bent, ga gewoon in die boot zitten. De eerste vaart van het seizoen. Nou, we zijn er allemaal klaar voor. We zijn heel, heel vrolijk vandaag. Nee, ik hoop dat we lachen. Nee, we zijn vandaag heel vrolijk. Meneer Kardas is alleen druk met zijn vlogcamera en hij zit. En ik heb dorst en jij ik heb zegt, de sleutel. En ik als je nou klaar bent, ga je in die boot zitten. Ja, ja. Nee, je loopt alleen in de werk. Mensen zijn nog niet helemaal weten hoe gestrest je altijd bent. Man. Nee, dat is... Ook Kev, er gaat hier een boot weg, maar ja, die zal ons best gezien hebben, want die maar een beetje op letten. Ik weet niet achterom. Ja, ik denk het niet. Ik weet niet of hij achterom heeft gekeken. Ja, maar die man moet maar een beetje opletten. Ja, precies. We moeten gewoon kijken of dat ding meteen aan het varen of niet. Ocean Adventure Port Expeditions. Ja, maar hij is niet zo groot. Hij moet maar even oppassen op ons. Ja, precies. Wij zijn best wel groot hier. We hebben voorrang. Wij hebben voorrang. Kleine bootjes altijd. Nou, we zijn inmiddels vertrokken.
Kaptein Kevin. Zeker. Hier heb ik ook ingezeten. Nou, daar word je niet vrolijk van. Je wordt gelijk afgeschoten. Omhoog of naar beneden? Omhoog. Hier heb ik met Diana opgezeten met Dort in Stoom, maar die is nu hotelschip, denk ik. Dus kapitein Anna. Hadden wij kaartjes. En zijn we een rondvaartboot en eten erbij. En ja, dat was heel leuk. Kijk, hier heb je, er zit nog een radar op. Die doet het ook nog. Ja. Ja, dat was echt fijn. Nou, hier bij de botel. De botel. De botel. Wat daar denk je? Lelijk ding. Je zegt tegen je vader, als ik wil logeren, wil ik in de B. Ja, ja, maar je kan daar bovenin in de letters kan je slapen, hè? Ja, dat is leuk. Nou, hier legt er eentje van de bruine vloot aan kampen. Grote masten erop. Moeders op de uitkijk. Die wordt zo per naar nat, jongen. Oh, oh. Dat is een regenjas aan op de dag. We zijn aan de overkant. Een beetje cultuur snuiven. Ja. Nou, dit is het gebouw. Dit is het gebouw dat weet ik niet. Dat is een beetje jammer. Jij wel? Je hebt bij de eerste al zeer kort, denk ik. Ja, we hebben wel schitterend weer. Leuk hè, zo'n tunneltje. Centrum. Het wordt hier steeds drukker. Hij vaart hier vol tegenaan. Met gelukkig zijn venter. Nou, er zit er eentje voor ons, die kennen gewoon niet varen. En ik heb beter gewoon in een auto gaan zitten. Ja, gaan we erbij. Of hij kan ook niet in een auto rijden, dat kan ook. Koop een boot hè, en vaar je dood. Ja, maar misschien maak je het te groot. Nou, die kan je huren, moet je het zelf trappen, maar dat is niks voor ons, hè? Nee, dat doen we maar niet. Nou, het wordt hier lekker druk. We zijn aan het file varen. Wel een ereplek, hè? Heb je al gefilmd dat er een man achter is? Onze navigator. Ja, we hebben ook een anker. We hebben een anker bij ons. Ja, ja. Ja, Ramon zit achter mij. Ja. De navigator zit voorin. Prima.
zijn we er. Dan is het een lekker koffie. Nou hè. Goeie kapitein. Schitterend weertje. Oh, daar is helemaal druk joh, het kastje. Hey Mona, je kan even kijken. We mogen even kijken allemaal. Anders zie ik je niet op de video. Ja, daar is die. Kan niet verder. Kijken. Mon in the house. Kijk, dag Amsterdam Centraal. Het is super, super helder weer. Nou, je hebt je goed gevaren, Kevin. Zeker. Ja, het is hier wel heel tof, hè. Ja, dat je zegt... Nou, ik kan wel natuurlijk bijvoorbeeld zeggen, ik doe even het gas iets meer open, of kan dat niet? Zo, heel strak, kijk eens. Ja, vind ik wel echt helemaal goed. Ja, als je het zo bekijkt wel. Ja. Nou, doen we volgende keer even een bakkie. Ja, zeker, doen we dat. Je wel schitterende grote boot. Hè? Ja, dankjewel man. Nou, je gaat nu naar Amsterdam. Even naar Artis toe. Artis? Ja. Oké. Hier de kaart. Aapjes kijken. Nou, hier vaart ook de Stichting Vaarwens. Dan kan je mee als laatste wens. Nou, dan gaan we naar yes. Het paleis. Ja, paleis op de Dam. En we hebben heel lekker geluncht. Bij het nieuwe café, K-A-F-E. En regenbuitje gehad, zon gehad. En nu ja, Amsterdam. Amsterdam is leuk. We staan nu midden op de Dam. Er is een beetje muziek en er staat helemaal op een raar poppetje. En heel veel duiken, as usual. En nu gaan we zo de Kalverstraat in even shoppen. Shoppen. Op de step. Op de step. Zo dan. En daar is ze weer. Nou, we gaan weer verder steppen. Leuk hè? Nou. Leuk is die, we zijn he? Helemaal gestept. Ja. We zijn van de andere kant van de stad helemaal gestept. We zijn de hele dag aan het steppen. Leuk hè. Zo zie je wel heel snel Amsterdam. Ja. Rijksmuseum. Ja, helemaal geweldig. Ja, je bent overal zo. Ja, dat is echt super. Hier is het Rijksmuseum. Nou. Stepjes doen goed. Waar we ze voor gekocht hebben.
terecht. Langs het Rijnkanaal. Het regent. Nou, we komen aan en we kunnen gelijk de sluis in. Komt mooi uit. Voorstroom naar Dordt. Op de lek. Ja, we zijn een beetje vroeg opgestaan. Slecht geslapen met de herrie. Ja. Ja, we lagen naast een of andere werf. Niet helemaal. Er kwam een of andere 8000 tonnen voorbij. Nee, het was roerig nachtje. In de marina. Maar ja, verrukt. Ja, het is geen beste haven die... Nee. Het lijkt een beetje op werk als je daar legt. Nou, dag, ik ben met de Gibraltar. Je legt gewoon naast een werf. Ja. Ze zijn de hele dag aan het slijpen en aan het ratelen en aan het laden en aan het lossen. En, ja, bizar. Niet echt vakantie. Nee, gisteren zijn we lekker Amsterdam in geweest. Ja, en nu gaan we de sluis in. En nu de sluis in. De sluis, de Beatrix sluis. Nou, we hebben ruimte zat. Hm? We hebben ruimte zat. Ja. Nou, we gaan de sluis weer uit. We gaan even de lek af. Dan zijn we thuis. Ja, er is geen opvaart, dus we kunnen er zo uit. We lopen lekker. Het zonnetje komt er ook bij. Het is heerlijk weer om boven te varen. De laatste keer kwamen we hier aan bakboord uit Vianen. Zijn we via Gorinchem gevaren. En nu hebben we het zo uitgerekend dat we voorstroom de lek af gaan. En dat was het goed is de Noord weer voorstroom hebben. We zijn goed bezig. We zijn ook niet de enigste. Er waren nog meer bootjes. We hebben aardig de snelheid erin. We gaan zelfs binnenvaart voorbij. Normaal ben ik dat wel gewend, maar tegenwoordig is iedereen een beetje aan het bezuinigen. Hier aan bakboord heb je jachthaven De Pijlen. Daar, dat is onze favoriete overnachtingsplaats. Hele aardige mensen. Je wordt altijd gastvrij ontvangen. Hier aan de andere kant heb je Klein Scheveningen. Dat is ook een jachthaven. Nooit geweest, maar het ziet er allemaal leuk uit. Allemaal strandjes. Allemaal lichtbedden. Het ziet er allemaal heel gezellig uit. Wij komen er nooit. Ze hebben er ook een jachthaven bij. Weer bij Schoonhoven hier, zijn we ook een keer overnacht, hè? Wat een hele leuke jachthaven, behalve de stroommuntjes gooien. We moesten elk kwartier een euro erin gooien. Daar hebben we de generator, maar gestart. Dag lieverd. Dag. Lekker weer, hè? Zo. Dit is over naar het strandje gaan, aan de overkant even zwemmen. Ja. Dat is super lekker. Daar hebben we gelegen, aan de steiger. Schoonhoven was erg leuk, de zilverstad van Nederland. O
Toen hebben we nog allemaal dingen. Dan heb je nog dat armbandje gekocht daar. Ja. Ja, dat is waar. Ja. Handmade. En het is nog heel. Zo waar. Dus dat heb je al een jaar om. Ja, alleen na de wasfoto stroom. Ja, de rest is heel leuk. Schoon, netjes. Nou, hier gaat het pontje over. Hier hebben we ook nog foto's gemaakt bij die poort. Dat was een van onze eerste vlogs. Lekker kerk. Lekker kerk. Ja, hier komt u weer eens de tank aan het leegvaren. Leuk. Leuk, die tank leegvaren. En als die tank dan leeg is. Dan zeggen ze vrienden, hey bedankt hè. Nou, we schieten al lekker op. Hier hebben we Kinderdijk. De kaptein zit aan het stuur. Klein uurtje zijn we weer in Dordt. We hebben een hele leuke reis gehad in Amsterdam. Nou, we leggen zoals altijd weer voor die brug te wachten. Nou, Diana gaat de fenders weer ophangen. Ja, die krijgen we straks. Zijn mijn nieuwe vriendjes? Nou, ze zijn wel heel brutaal in ieder geval. Ja, ik ga maar met mama mee. Dag lieverd. Dag schat, nou we zijn geland in Dordrecht. En ik wil toch nog even aandacht besteden aan onze nieuwe venders. Den venders. Nou ja, zoals we eerder al gezegd hebben, ik wilde heel graag de kleur van de boot. We horen ook van de poetsers dat dat het best is. Hè? De kleur van je romp bekijken en daar de venders op aanpassen. Nou, ze zijn heel erg goed bevallen. Nou, we hadden dan twee grote besteld voor in de sluis. En Amsterdam bijvoorbeeld, nou echt top. Goede maat, helemaal goed. Erik heeft mooie touwen eraan gemaakt. Zoals je ziet, was een hele goede service. We hadden vier kleinere besteld. Waren niet goed, waren echt te klein. En binnen 48 uur hadden we de vier nieuwe vooral vertrokken. Dus er komen de touwen nog aan. Nee, het zijn echt fantastische, dikke, goede, stevige kwaliteit vendor. En ze, ja, ik zeg ook 123maritiem.nl.
Ja, ik zeg gewoon bestellen, goede service, vriendelijke mensen. En ja, voor ons bevallen ze perfect. Dus? Den Vender, 123 maritiem.nl. We zijn weer in de thuishaven. Back we are, in Dordrecht. Het einde van de reis. Ja, 8 dagen. Vind je deze video leuk? Geef een duimpje. He? En abonneer. Want ja, weet je, het is gewoon een superleuk kanaal. Nou, doei! Ja, doei!